Hebben jullie het ook gezien, het afscheid van Mark Rutte? Ja, wat, nu is het zo dat iedereen die is bezig met wierook, arm gooien, oh man, die krijgt bijna geen adem meer. Hey, en ik krijg zoveel applaus. Die krijgt bijna gehoorschade. Ja, die Rutte, nee, het is allemaal zo geweldig. En we gaan hem zo verschrikkelijk missen. Ja, dat we dat wel beseffen. We gaan hem missen, onze Mark. En hij ging ook een toespraak houden dat hij met een positieve noot toch nog weg kon gaan. Nou. Ja, vrienden, ik heb toch een aantal dingetjes gemist, hoor. Ja, natuurlijk begint hij over Groningen. Natuurlijk begint hij over die toeslagenaffaire. Ja, hallo, natuurlijk. Maar waar Mark het allemaal niet over gehad heeft, is bijvoorbeeld over het nieuwe liegen. Ja, want dat heeft hij uitgevonden, onze Mark. Ja, en ik heb niks gehoord over te weinig woningen bouwen. Heb ik allemaal niks over gehoord. En ik heb niks gehoord over de opstand met de boeren. Ja, en niet luisteren naar die boeren. En alle vlaggen op zijn kop in Nederland. Ja, en daar heb ik hem helemaal niet over gehoord. En ik heb hem ook niet gehoord over het totale failliete asielbeleid van de afgelopen jaren, waardoor Nederland nu één grote chaos is. Daar heb ik hem allemaal niet over gehoord. Dat het gewoon de afgelopen jaren één grote klerenzooi was onder hem. Nee, daar heb ik niks over gehoord. En dat daardoor dat er een aardbeving, een politieke aardbeving is ontstaan in Nederland. Eerst was dat met de BBB, dat kwam door die boeren. En daarna met de PVV, en dat kwam door het asielbeleid. Ja, nou ja. En daar had ik toch wel iets van excuus willen horen. Want dan ben je toch goed in, Mark. Excuus, ja. Dus dat had je rustig kunnen doen. Je had gewoon rustig kunnen zeggen, Het was de laatste tijd, was het echt slecht. Ja, sorry. Ja, dat had je moeten doen. Ja, maar goed. Hey, al met al, het gaat je goed, Mark.